Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. We gaan het hebben natuurlijk over de cross, want sinds onze laatste aflevering 3 weken geleden is er veel gebeurd. Er was het Belgisch kampioenschap in Lokeren, er was Benidorm, de eerste manche van de wereldbeker daar. Er was Besançon, de wereldbeker zit er intussen op. En dat betekent ook dat het WK er zit aan te komen dit weekend. Vandaar ook mijn twee gasten, tweevoudige wereldkampioenen. Dag Bart Welles, dag Niels Albert. Hey. Hoi, middag. Bart, drukke dag al gehad, hè? Vanmorgen heb ik net gehoord van jou. Ja, medische check-up. Ja, medische check-up om te mogen volgen in de koers van de zomer. Dus dat is ook al iets. Hè. Ja, wat houdt dat dan in voor een ploegleider? Op de baschool. Fysieke testen? Op de baschool gaan staan en mijn ogen testen. Dus, ja. En nog alles goed, geen bril nodig? Van mijn gsm te kunnen lezen wel, blijkbaar. Dus, mijn kortzicht was slecht, maar dat had ik niet nodig om met een auto te rijden, blijkbaar. Dus. Ja, Niels, jouw laatste medische check-up? Over 2 weken. Over 2 weken, echt waar? Een keer bloed laten trekken, zo. Ja. Was een keer nodig. Ik kwam in één keer tot het besef dat ik als actief wieler, en ik zal zeggen 1 keer per maand of zo, om de 14 dagen dat liet doen. Ik was in 1 keer zo aan het denken, zo lang is dat nu al geleden. En eigenlijk 8 jaar dat ik gestopt echt? Was. Okay. Ik zeg, kan dat toch maar precies zijn. Ik heb ook nooit na mijn carrière nog 1 keer bij een dokter geweest. Nooit. Nooit geen ziek? Geen bloed laten trekken. Nee, ik ben ook niet ziek, dan zie ik uit. Topsporters, ja, die hebben daar geen last van. Ja, dus maar ik vond dat nu wel zo. Dus ja, ik kan dat toch eens laten doen. Alles in orde. Ja, perfect. Zeg mannen, zeg het nog eens voor de luisteraars, kijkers. Wereldkampioen wanneer en waar, Bart? Ik weet waar, Monopoly en Pontchâteau. De jaren niet meer? 2002, 2003, denk ik. 3 en 4 heb ik hier staan. Dus, Niels, voor jou is het toepasselijk, 9, de eerste? 12 hoogrijden en kokzijden. Ja. Zo'n week voor het WK, mannen, is dat, kriebelt het dan toch nog ergens bij jullie? Of heb je daar geen last van als ex-renner? Ik vind dat wel leuk om naartoe te leven gehoord. Allee, kennen, het staat net iets meer in de picture. Hè. Dus deze week ga ik dan echt alleen maar over Mathieu en Wout. Omdat dat echt de 2 jongens zijn die dat er toe doen. Maar ja, je voelt dat toch dat die spanning aan het komen is. Hè. Iedereen heeft het daarover in ons wereldje. Dus, Is het een drukkere mediaweek dan voor jullie? Ja, jullie zitten nu hier. Niels, je was ook al bij de collega's te gast, denk ik, deze week. Dus er staat wel een en ander op het programma in zo'n week, hè? Ja, dat klopt. En dan donderdag heb ik een parcoursverkenning ook voor de krant. Het is zo'n beetje een aanhang richting dat WK. Maar ik zal nu zeggen, voor de rest ben ik vrij. Ik ben niet verbonden aan een ploeg. Dus dan is dat voor mij iets rustiger, denk ik. En ik snap wel dat Bart is zo nog meer en moet voor de renners vaak nog in de weer zijn. Dus dat is een iets andere beleving nog, denk ik, als ik. Maar ik denk, zondag gaan we naar Ginder nog een keer plaatselijk kijken. En dan gaan we wel zoiets terug hebben als we terug hoger rijden. Dat WK, dat gaat toch wel een speciaal gevoel zijn, denk ik, als ik daaraan kom. Maar voor de rest. Ja. Met wie ga je dan? Je zegt we. Zijn dat dan vrienden? Zijn dat, Ik verjaar ook de zondag. De dag van het WK. Okay, ja, goed. Inderdaad. We gaan met de 16 mannen van de winkel. Ik heb een bus ingelegd. Super, oké. Dus echt traditioneel. Een VIP geboekt voor de mannen. En de bakken bier op de bus zeker, morgens al. Wordt een zware verjaardag, denk ik. Een zware verjaardag. Bart, het is de tol van de roem. Hè. Als je ex-wereldkampioen, dat is nog voor de komende 20, 30 jaar, hè, dat jullie elke keer gesolliciteerd zullen worden. Ja, en voor mij is het ook nu deze weekend 20 jaar geleden dat ik de eerste keer wereldkampioen werd in Monopoly. Dus, kijk eens aan, inderdaad. Dat werd mij zelf aan herinneren, want ik was er zelf niet mee bezig. Maar ik heb morgen een interview samen met mijn papa. Ja, mooi. In de regionale krant dan weliswaar, maar dat ging dan over 20 jaar na mijn eerste titel, dus dan besefte je wel dat je oud aan het worden bent op die manier, maar het is wel leuk om terug te kijken op al wat dat geweest is. Je zit hier in de trui van de ploeg, dat hadden we inderdaad nog niet vermeld, hè. Intermarché, Wanty-Gobert, Tormans Cyclocross Team. Hoe is het ermee, Bart? Heel goed. Ik bedoel, de crossploeg doet het goed, de wegploeg doet het uitzonderlijk goed in de eerste weken van het seizoen. Ja, vandaag was het nieuws daar dat jullie momenteel eerste staan op de wereldranglijst. Ja, dat was onze WhatsApp-groep van de weg ontplofte eigenlijk een beetje. Dus dat was wel leuk. Als je weet van waar dat we komen en eigenlijk met het beperkte budget waar we in de World Tour mee zitten, is dat een mooi gegeven en leveren eigenlijk al de staf en al de renners mooie resultaten. Ja. Hoe was het in Benidorm? Want ik zag je daar. Ik had de indruk dat je er wel van genoot, hè? Van de cross daar. Ja, zeker. Ten eerste een heel mooie cross. Het was even
bekijken van wat gaat de cross daar worden, want iedereen dacht we gaan op strand. Wij waren in augustus al daar geweest, dus we wisten welk park dat het was. We waren al gaan zien en dachten van waar gaan ze hier in godsnaam een tour uittoveren. Dat was toen nog niet zo makkelijk te schatten. Dat was toen nog niet. Ja. We zagen dat park wel, maar al wat je buiten dat parking, dat waren rotsblokken en al die dingen. Dus dat was al minder. Ik was even minder enthousiast, maar na dat weekend de cross daar was echt wel perfect. Ik zag jullie na afloop en er waren duvels en stukken taart bij. Ja. Vertel, is dat traditie of was er een speciale gelegenheid? Het was niet... nooit. We hebben de traditie een beetje ook bijvoorbeeld bij RSME, een sponsor van onze ploeg. En na de cross is dat altijd met onze staf dat wij samen iets drinken. Dus, en mijn soigneur, de soigneur van de ploeg, de Alex, heeft voor mij ook altijd één duvel bij. Schitterend. Ja. En ik weet, bij jullie heeft José de Kouwer er nog één komen pikken. Ja, dus, ja. Ja, Niels, jouw agenda liet er niet toe om mee te gaan. We hebben José de Kouwer meegepakt. Ja. Dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Nee, maar nee, heb je toch een beetje met... Ja, je hebt wel gekeken, neem ik aan. Ja, ik heb gekeken, maar ik zat met verplichting met veel verlies en zo allemaal. Ja. Dus ik kon jammer genoeg niet weg, maar... Ik zal er in het vervolg rekening mee houden. Ja. Maar je broer was wel jarig, denk ik, deze week. Dus daar was wel nog een feestje, nog meer duvel. Nee, want we hadden een serieuze transfer ook nog voor de boog. Dus we waren al met een auto van in Spanje terug naar Besançon gereden. En we moesten s'avonds nog terug naar huis. We hebben wel in de tussentijd, omdat de parking heel, heel ver was van de omloop in Besançon, waren we tussen de vrouwen en de mannen. Konden we niet terug omhoog gaan en hebben daar rustig iets gedronken. Het probleem was dat er een camera stond en die pakte ons net in beeld en we van ons pintje dronken. Dus dat was eigenlijk wel, Dus. Wat vonden jullie van de cross zelf daar in Benidorm? Niels, ik vraag het ook aan jou. Het parcours, kon je dat inschatten van hier in België? Wat vond je ervan? Ja, ik vond het parcours op zich wel tof, maar ik heb het... denk ik aangehaald gisteren of eergisteren ook ergens in een interview dat ik zei van ik vind de parcoursen op zich van de wereldbeker wel mooi, maar er zijn bepaalde aankomsten waar ik mij bijvoorbeeld eigenlijk niet kan in vinden. Zoals die daar? Zoals bijvoorbeeld Benidorm. Ik vind dat geen aankomst voor een wereldbeker. Ze maken dan eigenlijk een supermooi parcours, denk ik, op een beperkte locatie, maar ik vind dat ze gewoon 200-300 meter van de aankomst moeten teruggaan. En kijken gewoon dat er een technische zone ligt voor het opdraaien van een asfalt. Geen probleem mee. Maar maakt dan de asfaltstrook wel wat langer. Ja. En... Maar dat gaat daar moeilijk, hè Bart? Want het is echt een kleine parking. Ja, maar ik denk dat het wel gegaan had. Ik heb dat achteraf ook tegen de mensen van Flanders Classic gezegd. Ik bedoel, ik denk dat ik altijd wel iemand ben die dat... Tuurlijk. Dat ik zeg wat ik er mag van vinden. En dat was zo. Ik bedoel, waarom moeten die twee chicanebochten net voor die aankomst er nog centrum, waar je van ver eigenlijk al de parking kan oprijden daar. Mm-hmm. Dus dat je een mooiere aankomststrook hebt, niet die laatste bocht. Ook de start, door die korte aankomst is de start ook heel, heel kort. Ja. Maar ik denk dat daaraan kan werken kan worden. Het is een eerste organisatie. Ik denk dat ze alles gaan meepakken naar volgend jaar toe. En ik denk dat het kan nog groeien. Ja. Absoluut. De cross zelf, mannen, was wel super spannend, hè? Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Ja, ik denk het is sowieso denk ik een ideale locatie om een cross te geven die periode. Het is nog eens sowieso een parcours dat we hebben een week later nu wel wat sneeuw gehad daar, maar ik denk in normale omstandigheden is het altijd wel een droge cross en dat mag wel eens. En ook heel veel renners zijn dan in voorbereiding tussen het BK en WK vertoeven in Spanje. Dus als de ploegen hun eigen daar kunnen organiseren en dan crossen in het weekend, dan is dat een cross die altijd goed gaat bezet zijn, denk ik. Ja. Dus die datum voor Benidorm vind ik echt wel goed gedaan. Dat was ook, denk ik, het gevoel bij iedereen daar na afloop. Ja. Van volgend jaar komen we hier terug, dat is logisch. Ja, dat, zoals Niels zegt, iedereen zit in de buurt daar. De mensen van Rotos zitten in Benicassim, dat is nog misschien het verste, dat is 200 kilometer wel van daar. Maar de rest, wij zaten in Albeda, 7 kilometer. De mensen van Pauwelshausen zaten vlak in de buurt. Iedereen was mee op trainingskamp daar. Dus dat is eigenlijk mooi meegenomen. Dus, En ik wou zeggen, Bart, het zonnetje deed deugd, maar jij wist me te vertellen dat er niet alleen zon was in Spanje. Je hebt daar ook koud gehad, of je renners toch? Ja, vooral de renners. De eerste week dat we daar waren, dus eigenlijk de week voor de wereldbeker in Benidorm, stond er enorm veel wind. Op Col de Tournon was het. Hebben we op een gegeven moment Laura Molgraaf in de wagen moeten zetten omdat hij bijna ging vliegen. Ja. Dat meisje dat weegt 45 kilo en op die fiets met hoge velgen. Dat was onverantwoord. En dan de week na Benidorm begon het al direct met regen aan de kust. En dan gingen we dinsdag, moesten we ons lange training doen en we trokken de bergen in. En op een gegeven moment alles onder de sneeuw. Dus, Ja, dat hadden wij niet door daarvan aan de kust in Benidorm, want daar was het lekker warm. Ja. Bart, het crossseizoen zit er bijna op. Je hebt inderdaad net die stage gehad. En je broer Geert wist me te zeggen, daar in Spanje op de parking,
Bart, als die urenlang in de auto moet zitten achter die renners, die enerveert zich, hè? Dat duurt voor jou veel te lang. Ja en nee. Vooral aan die auto's die dat er in het verkeer zitten. Daar was iets opvallends mee. Hè? Dat is wel, ja, hier. We zijn gewend van als je hier achter renners rijdt, dan heb je altijd wel eens wat tuut en al. En mensen die enerveren in ons. En in Spanje blijven die mensen allemaal veel te rustig. Ja. Dat is op een weg van 5 kilometer rechtdoor, een volle witte lijn. En die mensen hangen 10, 15 auto's achter ons en die steken niet voorbij. Ja. Dan enerveer ik me eigenlijk omdat die achter mij rijden. Ja. Dat die zelf niet voorbij steken. Dat ik denk van, stik toch voorbij. Ja. Dus dat zijn zo'n dingen. Maar ja, wat moet je doen als je 4, 5 uur achter een groep renners rijdt? Ja. Maar ik wou vragen, het crossseizoen zit er bijna op. Betekent dat voor jou dat het wat rustiger wordt? Maar ja, wellicht niet, hè? Nee, normaal gezien doe ik in de maand maart niks. En begin ik dan eigenlijk... eigenlijk vorig jaar met Parijs-Roubaix ben ik dan begonnen. Nu is het in maart al een paar eigen vraag. Ga ik sneller meedraaien in het wegteam? Begin in de Nijs of verder naar Catalonia. En dan, dus ik doe dat wel heel, heel graag. Op eigen vraag, nieuwe uitdaging, nieuwe ervaringen opdoen? Ik heb vorig jaar ook al heel veel koersen gedaan. Ja. Maar nu wil ik er gewoon meer in. Om die reden, dat pakket uitgebreid? Of? Ja, ik wil daar mij nog meer in verdiepen. Omdat ik zeg het, ik doe het heel graag. Het is ook wel echt werken, vind ik. Het is nog meer als de cross. De cross is eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Je kent alles en je kunt niet veel, maar een weg, ja. Je moet presentaties maken, voorbereidingen maken. Ik heb zelf nooit echt een wegrenner geweest, dus ik moet mij echt erin verdiepen. Ik moet niet bij ons bijvoorbeeld Louis Mijntjes gaan zeggen hoe hij, of waar hij berg op moet gaan rijden. Terwijl hij die 100 keer die een berg heeft gedaan, ik nog nooit in mijn leven. Dus daar moet ik mijn eigen dan wel meer op voorbereiden. Dat, als ik iets vertel tegen die jongens, dat die dat wel geloven. Mm-hmm. En dat kan alleen maar door ervaring op te doen en zoveel mogelijk mee te gaan. Maar ik las ergens op de website een of ander persbericht en er werd over jou en over Geert gesproken met heel veel respect. Ik heb de indruk dat jullie wel enorm gewaardeerd worden daar. Ja, ik heb ook wel dat gevoel en dat vind ik wel heel leuk. Ik ben ook wel iemand, als ik aan mijn voorbereidingen begin, dan probeer ik dat tot in de puntjes te doen. En als dat dan niet uitkomt, kan ik er ook enorm slecht van zijn. Dus ik probeer al mijn voorbereidingen zo perfect mogelijk te maken. Naar welke bocht dat er moet gereden worden, naar het weer toe, tactiek. En ik heb het eerste jaar heel veel naast Hilaire van der Schuren gezeten, waar ik heel veel van opgestoken heb. Dus, er zijn wel wat anekdotes over te vertellen, denk ik. Ja, toch wel heel waar. Eentje, Bart. SS. Ja, nee, want dat gaat Hilaire kwaad zijn op mij. Niels, help eens. Nee, maar ik ken zoveel van de koers. En ja. Natuurlijk, het moderne wielrennen is nog wel iets anders alleen de koers kennen. Maar ja, het is echt een heel, heel leuke job op de weg. Mm-hmm. Maar ik zou het nooit fulltime willen doen, omdat ik dan nooit zou thuis zijn. En dan kan ik dan... thuis niet aandoen. Ja, Niels, je bent ook ploegleider geweest. Het is, als je het echt doet zoals Bart het doet, het is enorm hard werken. Hè? Ja, ik had daar gisteren ook met Lars over en hij zit een beetje in hetzelfde systeem. Maar als je daarnaast... Lars Boom, hè, vooral duidelijkheid. Ja. Als je daarnaast geen activiteit meer hebt, dan is dat oké. Okay. En bij mij was het gewoon de combi van de twee die ervoor gezorgd heeft dat ik met één van de twee moest stoppen. En dan heb ik gekozen voor waar dat uiteindelijk mijn investeringen in zaten. En ja, goed. Dat is een keuze dat ik moest maken. En anders was ik gewoon nooit thuis geweest. Nu doe ik, een cross of 16, 17 per jaar. Een paar keer een podcast, zoals hier. En ik word dan wel een keer uitgenodigd, links en rechts. En dan is dat oké voor mij. Je blijft betrokken, je blijft actueel. Je weet wat dat je vertelt. En dat is voor mij oké. Okay. Ik heb momenteel niet de ambitie, zoals Bart... Om veel koersen te doen. En dat is niet mijn ding momenteel. Ik kan zeggen dat dat ooit terugkomt, maar... Je goed draaiende zaken, Niels, dat ook niet te onderschatten. Dan nog aan toe, maar gewoon, ik wil gewoon... Ja, gewoon als ik s'avonds naar huis kom, ik wil gewoon thuis kunnen zijn ook vaak. En ik zie mij momenteel niet 14 dagen vertrekken. Je zet daaruit nu. Ik ben daar 4, 5 jaar uit. En als ik me nu zou kunnen inbeelden van, June, moet ik 14 dagen terug mee naar Mallorca en ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Nee, dank u. Maar dat is een systeem waar je in zit. Het is ook voor een deel passie, Bart. Als je daar bent, dan denk je daar niet aan. Hè? Dan leef je in het moment. Ja, nee. En het is nog anders dan vroeger ook. Hè. Ik bedoel, als je thuis mist, FaceTime, al die dingen. Ja. Maar natuurlijk, het is een passie. Hè. Je moet het graag doen. Je moet niet like dat Niels zegt, naar Mallorca vertrekken of naar een of andere ronde. Van te zeggen van, mij nog zo lang, dan houdt het ook niet vol. Maar ja,
je bent er gewoon constant mee bezig. En zoals dat Niels ook zegt, je kunt geen twee dingen combineren. Als ze tegen mij zeggen, oh, je hebt toch veel vrije tijd. Als je weet dat ik nu al met de voorbereiding van Parijs-Roubaix bezig ben, en dat is pas in april, dan weet het wel. Allee, ik bedoel, weinig vrije tijd, ja. Bart, voor de mensen die het allemaal wat minder zouden volgen, zeg eens, wie rijdt er in jullie crossploeg op dit moment? Op deze moment hebben we vooral Kevin Koen bij de profs. Hè. Ik bedoel, die dat toch wel, allee, ja, vind ik, hier aan een heel goed seizoen bezig is. Hier een mindere cross gaat op het Zwitserse kampioenschap, spijtig genoeg. Een off-day, maar voor de rest prachtig seizoen. Ik vind het een beetje jammer. Bijvoorbeeld in Benidorm rijdt hij 35 minuten met Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de spits. En nergens heb ik de naam Kevin Kuhn gehoord of gelezen of geschreven. Dat vond ik eigenlijk een beetje jammer. Maar zwart, het is zo. Hij is geen Belg, hij is geen Nederlander. Hij is maar een Zwitser, maar dat is wel een beetje, Niels, beetje spijtig. Wat vond jij van de prestaties van Kuhn tot dusver dit seizoen? Ja, dat was oké, denk ik. Gewoon, ja, als je... Er wordt natuurlijk altijd maar gesproken over die twee. Hè. Dat is nu in de aanloop naar het WK ook weer. Hè. Wie... Er wordt gesproken over de eerste twee en wie gaat er derde worden. Hè. Zo'n beetje dat. Maar eens plaats 5, 6, 7, waar inderdaad Koen, denk ik, zeker zijn plaats kan hebben rond die vijfde plaats. Dat moet een soort ambitie zijn, denk ik, van het weekend. Dan doet het goed, hè, maar daar wordt jammer genoeg weinig over gebabbeld. Maar Bart, hij was de eerste Zwitser in 9 jaar die op het podium is geëindigd van een wereldbekermanche. 7e algemeen in de wereldbeker. Dus dat is, denk ik, boven de verwachting die jullie hadden. Wij hadden vorig jaar eigenlijk al een stap voorwaarts gezet. En dit jaar, voor het seizoen, hadden we gezegd, hij moet eigenlijk altijd top 10 rijden. Hij heeft een paar keer het niet gedaan door een mindere dag. En bijvoorbeeld Kevin zal ook nooit door het zand bijvoorbeeld gaan kunnen rijden. We hebben daar al zoveel op getraind dat echt nog altijd moeilijk is. Dus, is hij al bij Niels geweest? Ja, ik kan Niels eens een keer bellen. Hè. Maar dat is zoiets van, we hebben alles al geprobeerd. En die crossen op training gaat dat en lukt dat wel. Maar de crossen zelf is net iets moeilijker. Maar hij doet het ook wel. Hè. Als je ziet... dat hem nu toch top 10 UCI, top 10 wereldbeker. Ik bedoel, zijn uitslagen rijdt hij. Dus ja, daar zijn we wel trots op. En geen Zwitsers kampioen, maar dat is wel goed nieuws voor jullie eigen sponsor natuurlijk. Daar is meer plaats voor. Dat is de enigste positieve eraan. Dus dat de sponsors beter leesbaar zijn. En dat ze niet enige zeggen van, daar rijdt er een van Tormans van voor. Ah, Kevin Koen, die rijdt heel seizoen al. Terwijl het andere, die rode trui was, dat eigenlijk minder opviel. Hij reed dan ook met de kleur van een helm. Nu rijdt hij ook met een fluogele helm. Dus dat valt dan sneller op. Dus op zich is dat wel het positieve eraan. Maar we hebben toch liever kampioen. Ja, was liever kampioen geworden. Niels, hij wordt wel eens de koning van de eerste rechte lijn genoemd. Mm-hmm. De snelle start is een specialiteit, maar de constante ontbreekt wel soms nog. Hè. Dan valt hij wel vaak terug. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook dat misschien zijn eerste, zijn tweede jaar is, dat zo echt erin komt. En ja, ik vind dat je iemand ook wel de tijd moet geven. En ja, het is vaak zo dat er wordt altijd gekeken, of vaak op tv, naar die top 3, top 5. Hè. En als je daar dan in één keer tussen zit en je kunt je daar wat vestigen, dan wordt daar ook meer over gebabbeld. En zoals afgelopen week in Besançon heeft hem ook lang mee in die achtervolgende groep gezeten. En dan wordt daar uiteindelijk over gebabbeld. En het is door daar een paar keren te zitten en dat wordt opgenomen, dat je ook meer en meer gaat in de picture komen te rijden. Dus dat gaat ook alleen maar beter. Als we van het weekend en van voren gaan zien rijden, voor Bart dan hopelijk ergens van voor, dan gaat er ook meer over gebabbeld worden. Mm-hmm. En zijn beste jaren moeten nog komen, hè? Ja, in die end, als je ziet, hoe oud is hem nu ondertussen? Hij is 23. 23, dus dat is nog niet zo. De leeftijd is er bit en consorten, dus dat is nog voor enige jaren. Hè. Ja. Thijs Aerts is ook nieuwkomer in jullie ploeg. Wat verwachten jullie van hem? Waarom, vooral toewerken naar volgend jaar. Hè. Dus voor de moment niet heel goed. Ik was al blij, we hadden al gezegd met de cross in Besançon. Ik zeg, als je goed start, doe maar eens zot in het begin. Ja, het kwam eigenlijk allemaal goed uit. Dat een per ongeluk goed in het veld zat. En dan heb ik denk 200 meter aan kop gereden. Ik heb liever dat dan anoniem mee te rijden en ook wegzakken. Dus Matthijs heeft door de omstandigheden deze jaar al kennen en allemaal in de familie heel veel te verduren ook gehad. En die moet heeft dat ook op hem een grote invloed gehad? Ja, zeker. Vooral, ik denk dat heel veel mensen altijd bij hem de vraag kwamen leggen van hoe gaat het met uw broer? Omdat ze niet durfden vragen aan Toon. En nu, je voelt een beetje van, hij is er een beetje van verlost. En ik heb tegen hem ook gezegd van, we gaan nu het seizoen uittoon. Amuseert u, doe nog wat je graag doet. Maar we werken wel naar volgend jaar toe. Hij krijgt een plaats in ons Stevo-team op de weg. Dus je gaat een heel mooi wegprogramma kunnen rijden. Dus we hopen, en ik ben ervan overtuigd dat hij ook een potentiële top 10 coureur is in de cross. Ik zal niet zeggen elke cross, want hij moet een beetje zijn parcoursje mee hebben. Is wat is dan voor hem het best mogelijke parcours?
Zoiets als Besançon, misschien iets minder hoogteverschil, maar zoiets moet hij zeker aankunnen. Thijs is van zijn eigen einde, een strazekeraar, staat wel scherp, maar heeft heel wat gewicht mee te sleuren. Dus veel hoogteverschillen moet hij niet hebben. Power, zoals... Dus, maar veel puur op de power en vooral geloven in zichzelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij Thijs. Daar is nog werk aan. Ja, werk aan. We gaan dat proberen te verbeteren. Ja. Je noemde het al, het Devo-team. De piramide staat nu wel heel sterk bij jullie. Er is bijna alles heel veel veranderd in de laatste 3 jaar. En nu het laatste half jaar is er heel veel werk gemaakt van al wat daar nog komen gaat. Dus het Devo-team, waar dat heel veel wegrenners zijn, maar ook onze crossers worden geïntegreerd. Dus we hebben niet meer, gelijk de voorgaande jaren van ons crossteam, moeten we ergens... Eigenlijk Kevin Kuhn zat in de opleidingsploeg van IF, maar kon dan 3-4 wegkoersen rijden. En voor de rest hadden ze hem niet nodig, dus die kan nu ook een volwaardig wegprogramma rijden. Dus daar ben ik echt blij om. Onze belofte zelf ook, met Arne Baars. Misschien niet het grootste talent, maar door hard werken en de goede voorbereiding, toch de coureur die daar... Ja, het kunnen niet allemaal Van Aerten en Van der Poel zijn. Dus, maar die toch op een bepaald niveau kan geraken, denk ik. Bij de dames is dat nog niet aan de orde. En dat is denk ik ook de reden waarom Schreiber vertrokken is, hè, naar SD Works. Dat is bij ons of gaat de volgende trekken ze rijden nog even bij. Ja, tot en met het WK rijdt ze nog in onze trui. En dan stopt zij met het seizoen en gaat zij bij SD Works te werk komen. En gaat zij ook een wegprogramma rijden. Hoe jammer is dat, Bart? Want jullie steken daar zoveel tijd in, energie, Geert ook. Sta je voor een voldongen feit eigenlijk. Hè? Ja, tuurlijk, maar deze zagen we aankomen. Dus we zijn lang met Marie bezig geweest om te kunnen houden. We zijn ook met een wegploeg bezig geweest. Normaal gingen we de samenwerking aan met Lecol Wahoo. Maar door omstandigheden is die ploeg dan ook... door het afhaken van Lecol is dat niet doorgegaan. Konden we Marie geen wegprogramma bieden en wisten we van oké... Was ze anders gebleven? Volgens mij wel. Volgens mij wel. En dat kon dan niet. En dan begrijpen we haar beslissing. Dus ik heb hier nu een ander gevoel over dan een jaar geleden, hoe dat het met onze andere renners is verlopen. Maar ik weet van, zie je, de moment dat renners beter worden, en dat is mijn bedoeling, dat is mijn broer zijn bedoeling, van proberen iemand of je steentje bij te dragen om iemand beter, want de renners moeten het zelf doen. En wij zijn nog altijd niet de ploeg met het meeste budget. Dus natuurlijk dat er dan centen bij komen, weet je van, oké, we moeten soms het onderspit tellen, maar ik ben altijd wel trots op hetgeen dat ik bij ene corona maar een percentje heb mijn bijdrage kunnen leveren, ben ik daar trots op. Mm-hmm. Heeft zo'n vertrek tijdens het seizoen dan een impact op de samenwerking? Deels wel. Ik denk dat ik wel, alleen mijn broer ook wel zo professioneel ben dat we alles blijven doen. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd, ik doe bijvoorbeeld ook scooteren voor al mijn renders die dat willen. Tot vlak voor de stage, 2-3 weken geleden, ben ik ook nog met Marie met een brommer gaan rijden. Ik doe dat voor iedereen die dat nodig acht. Dus waarom niet? Ik bedoel, het is nog altijd in onze trui dat ze nu van het weekend start. Allee, Luxemburgse trui, maar wel nog altijd met onze naam achter haar. Dus, en met onze fietsen en al die dingen. Dus ik kan daar wel professioneel genoeg in zijn. Natuurlijk, soms zijn er wel eens wrijvingen van zo en zo, maar op zich is hij goed verlopen. Ja. Tormans stopt er natuurlijk mee. Jullie zijn op zoek naar een nieuwe titelsponsor, hè, voor het crossteam. Kan je daar al iets over kwijt of hoe verloopt dat? Er zijn nog gesprekken bezig, maar iedereen die zich geroepen voelt om in de cross iets te doen, zijn altijd welkom. Open oproep eigenlijk. Maar dat is wat we net ook zeiden. Hè. We zijn met die piramide bezig. We zijn nog altijd gesteund door het World Tour team, het Devo team. We hebben onze sponsors, maar we zouden elk zowel de weg als de cross eigenlijk zijn eigenheid willen geven. En zoals het bij Tormans was, ook een eigen naamsponsor, wel geïntegreerd in de wegploeg. Hè. Zoals dat met Tormans was dat ook, dat hij ook zijn plekje had op de trui van het World Tour team. Dus dat we die werking een beetje kunnen gaan. Maar ja, ik ben vooral sportief. Ik ben er niet om de centen te zoeken. Ja. Ik hoop dat wel gaat lukken. Ik heb er ook altijd volste vertrouwen in gehad. Dus, maar een van je poulains zou wereldkampioen kunnen worden. Hè? Molengraaf is topfavoriete bij de junioren dames. Ja, zeker. Dat is een ontdekking eigenlijk van mijn broer. Ik moet die pluim dan aan mijn broer geven. Die is vooral met de dames. Dat is echt zijn ding, hè? De damesveldrijf, hij kent iedereen. Hij weet van iedereen de sterke en de zwakke punten. Dat is... Want Schreiber is ook via hem toch? Ja, dat is ook via hem. Die daar dan bij Balen BC terechtgekomen. Die daar als Geert dan bij Balen BC gezet heeft. En zo eigenlijk terechtgekomen is bij ons. Dus
dat laat ik aan vrouwenveldrijden laat ik aan mijn broer over. Die heeft dan meer kaas van gegeten en meer geduld vooral dan ik. Vertel. Ja, dat is verschil tussen mannen en kan vrouwen. Kan hij beter om met vrouwen dan jij? Ja, dat weet ik niet. Misschien nu wel, begeven we ons op gevaarlijk terrein natuurlijk. Die hebben vrouwen die op de fiets zitten hebben een eigen karakter, heb ik altijd zo. Allee, anders dan bij mannen. En daar kan onze Geert veel beter mee om. En die voelt dat veel beter dan ik. Alright. Niels, je kent dat gevoel wel, dat een van je Poulains wereldkampioen wordt, hè, met Wout van Aert. Wat gaf dat qua gevoel aan jou? Kan je dat ergens vergelijken met zelf wereldkampioen worden? Of is dat helemaal niet hetzelfde? Nee, allee, vergelijken denk ik dat je dat niet kunt doen. Zelf winnen is nog altijd een heel ander gegeven dan mee die winst pakken. Maar je voelt wel dat je een stuk aandeel daarin hebt en dat maakt je enigszins wel fier. En, ik weet nog waar ik stond als een Wout wereldkampioen weer in Zolder. Stond ik in de afdaling van de Sacramentsberg helemaal alleen. Dat ik daar nog iets als toegeroepen op hem. En nu, weet je nog dat wat? Is dan, wat heeft? Weet je nog wat? Ja, ik weet nog wat. Toen was de aankomst eigenlijk andersom. En we hadden afgesproken dat als je met twee man bent, dat je kunt tweede aan die loopstrook beginnen, maar probeer dan nog te passeren voordat je moet opspringen en naar boven te rijden. Dat was eigenlijk zo'n punt, dan kun je eigenlijk niet meer gepasseerd worden. En je hoort dat dan eigenlijk gebeuren, terwijl je daar alleen staat, hoor dat gebeuren. En je hoort dan dat Lars van der Rare een klein foutje maakt, dat hij van de fiets moet en dat hem eigenlijk wegrijdt. Ja, dan staat hij eigenlijk alleen in dat bos en dan pinkt er wel een traan weg. Ja. Ja, dat is waar. En als we nog wat verder terug gaan in de tijd. 1 februari 2009, Hogerheide. Je zegt het zal speciaal zijn om daar terug te keren. Wat weet je daar nog van? Wat is er dat er bovenuit steekt als je daar nu aan denkt? Goh, aan Hogerheide. Ik kan me daar nog stukken zo van herinneren. Maar op zich was dat mijn eerste WK. En ik stond daar eigenlijk zonder verwachtingen aan de start. Ik had weliswaar ambitie om zo kort mogelijk te rijden, maar ik had zeker niet verwacht dat ik daar ging winnen. Ik denk dat dat aan anderen wel toegeëigend ging worden die een dag. Maar voor mij was dat een hemelsgeschenk. Dat was het jaar ook na mijn wereldtitel bij de belofte. Dus ik werd eigenlijk in twee categorieën net achtereen kampioen. Back to back, ja. Ja, en allee, ik heb dat altijd wel speciaal gevonden en daar is eigenlijk mijn carrière begonnen. Ja, allee, dat was zo echt. In één keer was ik dan zo echt bekend, weet wel. Dat merkte je de week nadien wel, denk ik. Voor de rest van je leven eigenlijk. Ja, dat was zo'n... we gingen dan na het seizoen en zo op stap. En ik zei dan... ik zo echt in het onwetende zo van... Ja, vroeger gingen we eens op stap in Mechelen en in Leuven. Een pint gaan drinken. En ik had dan zoiets van... Goh, jongen, van het weekend zei ik tegen de Chris nog, die nu ook nog altijd meegaat aan de cross met Annemarie, zei ik tegen Chris, jongen, ik ga van het weekend in Antwerpen in drinken, want dan gaan ze mij niet kennen. Nee, dat is wel, zei de Chris, in Antwerpen kijken ze geen cross. Hoe is het dan verlopen als je daar in Antwerpen belandde? Ja, dat weet ik niet meer, maar dat was zo mijn eerste reactie, zo van ja, te kort bij huis ga ik niet meer, maar als ik naar Antwerpen of naar de Limburg een pint gaan drinken, dan gaan ze mij niet kennen. Beetje naïef, ja. Ja, zo nog een beetje zo in het ontwetende, maar... op zich kon ik dat wel plaatsen. Ja. Je gaat deze week op parcoursverkenning naar Hogerheide, zei je. Je hebt wel alleen een ander meegekregen, denk ik. In welke mate verschilt het WK-parcours van het normale parcours? Weten jullie dat? De balken zouden korter bij de aankomst liggen. Ik denk dat iets is. Voor de rest gaan we natuurlijk wel wat bruggen krijgen voor het publiek. En zal daardoor hier en daar het parcours wel een andere bocht krijgen. Een andere langere strook, maar... Ja, de weides waar de koers gereden wordt, allee, ik bedoel, die kennen we. Hè. En ik heb altijd gezegd, als het weer is zoals vandaag en de komende week, het zal misschien wel eens regenen, maar het gaan niet extreme omstandigheden worden. Het zal snel worden. Hè? Ja, dat is voor Wout en Mathieu, de topfavorieten, om daarover te babbelen. Eigenlijk is Hogerheide geen moeilijk parcours. Ja. Qua techniciteit is dat... En buiten die ene schuine kant, maar ik denk niet dat we er echt moeten over babbelen, over dat ene schuin stuk na die trappen, maar... Ja, allee, zit daar eigenlijk. Het is een mooi parcours, hè, laat dat duidelijk zijn. Het is een WK-parcours. Maar voor die mannen op dat niveau. Allee, ja. Piece of cake, ja. Ja. Qua details afhangen volgens mij. Die balken, Bart, liggen nu blijkbaar op een hellend stukje vlak voor de finish. Inderdaad, de laatste honderden meters. Mm-hmm.
Is dat een voordeel voor Van der Poel? Voor... Ja, ze liggen kort bij de finish, maar eigenlijk ook niet een keer veraf. Hè. Het is niet dat er achter een vlakke finish is. Komt nog trappen ook. Van, we zien in Benidorm ook, ga Mathieu ook eerst naar die balken pakt. Hopen al 6, 7, 8 meter. Verder was het niet. Maar Van Aert zit redelijk snel terug in het wiel, terwijl de finish ook heel kort bij was daar. Nu gaan we dat krijgen en krijgen we een hellende strook naar de finish. Dus wat gaat bijvoorbeeld Mathieu doen als ze maar 3 meter of 4 meter pakt na dat springen? Dus ik denk dat het echt van details gaat afhangen. Hoe gaat de wind daar staan? Wat gaat het de regen gedaan hebben met de snelle bochten? Gaat dat een beetje glijden, ja of nee? Dus ik denk dat het vooral daar is. Voor de rest... op die Tour veel verschil gaat niet kunnen maken. Ja, Niels, dus... jij gaf ook al aan in je column. Ja, volgens mij wordt het sprinten aan de finish zoals we het een paar keer hebben gehad al dit seizoen. Ja, als we gewoon kijken naar de afgelopen wedstrijden, ze tegen elkaar gereden, als er geen pech of geen materiaalpech was of een keer een valpartij van de Nederlander, hebben we eigenlijk altijd gesprint. Hè? Normaal zien sprinten we in Herentals ook. Ja. Ik denk als een Mathieu lekker band iets, daar. Hè? Ja, ja. Ik denk als een Mathieu iets tactischer rijdt in Diegem, sprinten we daar ook. Hij blaast zijn eigen daar een beetje op met alleen te willen wegrijden. Sprinten we daar ook. Dus ja, Loenhout, Zolder, Benidorm, Besançon. Als we daar met twee zijn, zouden we vanzelf de laatste zijn. Als het zo zou zijn... We zijn kandidaten, Bart. Ja, ik heb dat mag, gezegd, mooiste scenario's met twee naar de meet. Het zou mooiste zijn voor de supporters, denk ik. Ja. Want er gaat heel veel volk zijn, volgens mij. Dan gaat iedereen open gaan. Ik heb al cijfers gehoord, 30.000 man. Zou dat kunnen? 40? Ja, ik heb horen zeggen dat een voorverkoop op 25.000 gestopt is en dat er alleen zo nog kaarten. Maar ja, ja. Dat gaat in ieder geval veel volk zijn. Ja. Ja. Pidcock is er niet. Ja, Niels, als titelverdediger... Ja, vind ik een beetje jammer. Dat is het enige jammer misschien qua deelnemersveld dan? Ja, ik vind dat wel wat jammer, omdat dat op zich wel als uitredend wereldkampioen... hebben we natuurlijk verleden jaar ook meegemaakt in Fayetteville, maar... Oh ja, langs de ene kant denk ik dat is ook wel een heel speciaal figuur. En dat had ook wel iemand kunnen zijn die zijn rol in de koers zou kunnen spelen. Wilt ook altijd koersen, dus heeft geen afwachtende houding. Dus dat had sowieso een meerwaarde geweest, denk ik. En... ja, nu is het een open strijd tussen twee en een open strijd met drie. Kan er vaak al zo'n keer wat tactisch gereden worden en wie gaat het dan dichtrijden. En ja, allee, stel je maar voor dat Pidcock had gedemareerd en Van Aert houdt even zin. Ja. Diegem was het beste voorbeeld. Wie gaat de strijd er met drie daar was ja, fantastisch. Ik kan het zeggen, kan altijd een bepalende factor zijn. Ik denk dat vooral Pidcock nu het gevoel heeft gehad van ik ga die mannen niet kunnen aandoen op het WK. En dat die keuze net iets gemakkelijker is geweest om te maken van te zeggen nee, ik rij niet. Maar als hij erbij is, is hij meestal wel de bepalende factor. Mm. Zoals je net zegt, Diegem is het perfecte voorbeeld. Als Pidcock daar niet is, denk ik dat Mathieu wel wegblijft. Mm-hmm. Dan rijdt Pidcock, ik denk, 2 of 3 keren echt het gat dicht. Met Van Aert op 10 meter erbij komen, stilvallen. Dus het kan, dat was sowieso een bepalende factor, maar hij is er niet. Dus het gaat... Nee, ja. Dat is zo. Quizvraagje. Jullie zullen het antwoord wel kennen, denk ik. Hoeveel staat het qua wereldtitels tussen 5, Mathieu 3. En Wout? 4-3 voor Mathieu 4-3. Nu. De kansen nu, evidente vervolgvraag. Hebben jullie nog iets geleerd van afgelopen weekend? Besançon, Van der Poel, Wout bleef in België, won hier. Wat zijn de verhoudingen nu? Eigenlijk als ik het gewoon afgelopen weken heb gekeken en als ze alle twee een goede dag hebben, denk ik dat ze op het parcours van hoog rijden, door het parcours dan, nergens de kans hebben op elkaar eraf te rijden. Mm. Het gaat echt zo van details afhangen, maar dat parcours kunnen die alle twee echt aan. Allee, die straalt bergop of die strook bergop. Allee, ik zie de Mathieu de Wout daar niet het wiel rijden en ook niet omgekeerd. Ja. Misschien zo wel eens 10 meter pakken, maar nee. Maar klopt het gevoel dat we hebben gekregen, of dat ik heb gekregen, dat de laatste weken Mathieu wat verlost is van die rug en dat hij toch weer een beetje naar Wout toegegroeid is? Terwijl misschien begin januari iedereen zou gezegd hebben, ja, Wout is sterker nu. Ja, maar er waren ook veel zwaardere wedstrijden in het begin. Hè. De wedstrijd wat meer lopen was. Oké, ik heb Mathieu dit jaar ook heel goed zien lopen natuurlijk, maar Wout is nog altijd een betere loper. Dat gaan we in hoogrijden al niet zien. Mm. Dus ik denk, qua waardeverhouding gaan ze heel kort bij elkaar zitten. Maar ja, door de afgelopen weken in totaal geef ik Wout dat tikkeltje meer nog. Maar ja, dat is niet de zekerheid daar. Wanneer daar werd hij winnen. Wout voor het laatst wereldkampioen, weten jullie dat? In Biel zeker. 2018, Valkenburg. Ik schrok er eigenlijk van dat het al zo lang geleden is, maar Mathieu zat voor Pidcock dan aan 3 op een rij. Hè? Mm-hmm. Ja.
Dan wordt het nog eens tijd zeker voor de Wout. Dan kan het 4-4 worden. Maar bon. Ja, alles kan. Hè. Ja. Koen kan ook winnen als de Wout en de Mathieu vallen in al twee een kader breken. Hè. Ja, of naar elkaar kijken. Hè. Ooit is Ton Aerts Europees kampioen geworden. Terwijl als ze ook allemaal naar elkaar keken, dan niemand niet wilde rijden. Je weet nooit. Nog één ding. Wout van Aert, tweede startrij. Is dat ergens van belang? Ik zou denken van niet. Ik vind het overhoop. Ik heb het gisteren of vandaag nog ergens gezegd. Eigenlijk is dat zelfs de betere positie. Want hij is de eerste van de tweede rij, mag kiezen. Hij gaat altijd het wiel van Mathieu van der Poel pakken op die tweede rij. Dus hij zit dan al in het wiel voor de start. Ja, kan dus alleen Mathieu nog maar nerveus. Daar is veel over gezegd, maar eigenlijk onnodig. Mm. De vrouwen nog. Wie haalt het daar? Ja, ook daar wordt het in principe een tweestrijd. Hè. Van Empel Pietersen. Van Empel de voorkeur, dat ze nu de laatste weken weer... Ik heb Pietersen toch dingen zien doen van het weekend. Ze hebben elkaar ook ontlopen, hè? Net zoals Mathieu en Wout. Ja, dat wel. Maar als je ziet dat Pietersen in de eerste ronde dat die kettingproblemen heeft en denkt van op deze tour gaat ze dat allemaal niet goed maken. Op nog een dikke halve tour zat erbij en ze rijdt gewoon minuten weg. Ja. Denk van, oké. Het was een andere cross. Hè. Ook Van Anrooy was er niet in die cross in Bessanso, dus er wordt anders gekoerst. Maar om dat goed te maken en om zo snel te rijden daar, vond dat toch ook wel chapeau. Niels? Ja, ik deel die mening wel. Dat was 20 of 22 seconden, denk ik, op een gegeven moment. En ja, een goede halve ronde inderdaad. Ja. Later sluit zij al aan, moest dan ook nog eens wisselen. Dus verliest daar ook weer een paar seconden. Sluit dan aan, rijdt naar de kop en rijdt ze er eigenlijk af. Nu ja, weer al hetzelfde. Dat parcours in hoog rijden, ook twee dames die perfect eigenlijk uit de voeten kunnen. En dan geef ik misschien, als ze naar de meet rijden, de voorkeur aan Van Empel. Omdat snel, ze snel is, ze is heel rap. En Van Empel heeft de mogelijkheid om te zeggen, weet je wat Puk, rijd mij er maar af. Ja, en in Benidorm was het een beetje gelijkaardig. Daar won Van Empel ook uiteindelijk. Ja, rijd mij er maar af. En ik denk als Fem die houding heeft van, ik ben de rapste, dus jij moet mij eraf rijden, ik hoef maar te volgen. Allee, kan het voor Puk wel eens een ampetante koers worden? En ook daar met de balken. Hè. Puk kan heel goed springen, Fem kan ook springen, maar niet zoals Puk. Maar als het wat hellend is, is het voordeel misschien minder voor Pietersen? Ja, misschien net wel. Omdat zij niet zo snel kunnen springen, zit zij wel in haar pedalen verleer als ze kan vertrekken. Dus het wordt een dubbele. Want bijvoorbeeld in Benidorm had Pietersen geen voordeel met springen. Dat zagen we direct dat Fem van Empel wel wat meters pakte door te lopen. Maar als het een beetje hellender is, de snelheid is iets minder, ook al lopend. Dus, Is het echt hellend, of is het zo... Nee. Vals plat, nog net niet. Dus, maar het is anders dan vlak springen. Ja, lichtjes omhoog. Heeft het zin dat we de namen van Brandt, Alvarado, Persico noemen? Of gaan die gewoon strijden voor plek 3? Ik verwacht veel van Persico. Ja? Ik denk technisch de allerminste van allemaal. Maar zoals we het straks zeiden, het is niet echt een moeilijk parcours. Er zijn veel snelle bochten. Maar wat Benidorm was ook niet echt moeilijk, hè? Het parcours is minder lastig, hè? Er waren redelijk wat snelle bochten waar je moest zien wat je deed. Toch? Door de gravel eigenlijk. Hè. Als je ziet, Mathieu komt er ook 2-3 keren goed weg. Dat hem een bocht pakte, eigenlijk heel snel, dat het achterwiel wegging. Laat dan een andere renner doen en die hangt in de naders. Mathieu kan zo goed sturen dat hij kan corrigeren. Dat is bij de dames niet. En dat zag je ook in Benidorm, hoeveel fouten dat zij maakten. Op een WK, bij Adrie maakt zijn rondes allemaal 4-5 meter breed. Dus dat kun je al eens een keer uit een bocht gaan. Heb je nog plaats om te corrigeren. Dus ik schat daar toch hoog in. Vooral als het droog blijft. Het mag niet te veel vochtig worden, dat het niet te hard gaat glijden. Maar als het droog blijft... kan die wel eens lang meegaan. De bepalende factor spelen, gelijk ik kijk. Van Anrooy, Niels, begrijp je haar keuze voor de belofte? Ja, ik begrijp dat wel, maar aan de andere kant... Ja, nu gaat ze, ik zal nu zeggen, Van Anrooy, als ze met de profs had meegereden, was hij eigenlijk winnen voldoende. Alleen maar voldoende. En als ze niet zou gewonnen hebben, zou je... ik had beter bij de belofte gereden. Ja. Maar nu start ze bij de beloften en ze gaat hoogstwaarschijnlijk winnen. Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Dat zou moeten, hè, ja. Ja, en dan is dat... Ja, ja, alleen, ben je daar dan blij mee? Wat anders, als je weet dat je het misschien had gekund tegen die andere meisjes. Ja, maar aan de andere kant... Ik heb ook mijn wereldtitel bij de belofte zo gepakt in Treviso. Ik rijd daar in de eerste halve ronde al 15-20 seconden weg, denk ik. En je was blij nadien? Ja, omdat dat eigenlijk ook een meerwaarde... Gisteren zaten we dan een interview met Lars en wij zijn blijkbaar met 3 die in alle categorieën wereldkampioen geweest zijn, samen met Weil en Simonek. Kan zijn dat we iemand vergeten, maar
wij zijn de enigste drie momenteel. Dus dat heeft ook wel iets. Dus dat heeft wel een soort waarde. Ja. Alright, goed. Mannen, tot daar de vooruitblik op dat WK. Bart, hoe ziet jou de rest van de week eruit? Relatief druk. Morgen nog eens in Doornik bij een bureau passeren. Daarna nog interviews doen. Dat moet je doen. Ook nog doen. Ja, 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 dat is het nadeel als een bureau in Doornik is. Dat is toch altijd een eind rijden. Ja, ja. Dus dat sowieso. Ik heb er nog heel wat TV-werk te doen, zal ik zo maar zeggen. Dat is wel leuk. En dan donderdag over en weer nog eens naar hoog rijden. Vrijdag over en weer naar hoog rijden. En dan heel het weekend daar. Dus, alright. Wel, we wensen jou veel plezier en succes. Molengraaf, dat is, wanneer is die race? Zaterdag. Zaterdag. Maar je rijdt ook al de teamrelais mee, dus we moeten vrijdag ook al daar zijn. Dus, maar daar reken je toch een beetje op, hè? Een wereldtitel voor haar? Ja, ik hoop het. Als alle wereldbekers stress gewonnen, eindklassement gewonnen, Europees kampioen, Nederlands kampioen. Alles in haar categorie gewonnen wat er 17 jaar valt. Maar het feit is van, we hebben dat gezien op het Europees kampioenschap, enorm veel stress. Dus ik hoop dat we top haar nu kalm kunnen houden. Dat is de enigste vijand voor haar. Geert gaat mee, met andere woorden. Die is er ook al van vrijdag. Alright. Goed, Bart, merci voor je komst. Geniet ervan, komend weekend. Niels, prettige verjaardag alvast gewenst. Dank u, merci. En niet te zat, hè. Gewoon wel meevallen. Ja, je hebt een chauffeur, er is een buschauffeur die jullie veilig terugbrengt. Die ons veilig terug afzet. Dus, oké, ik ben benieuwd. Als er filmpjes zijn, breng ze gerust mee, want we hebben ook nog Middelkerken binnenkort. Ja. Daar kunnen we ze laten zien. Hè? Ja, is goed. Goed. Merci, mannen. Want ik zei het inderdaad. De Superprestige, daar is er nog één maandje te gaan natuurlijk. En dat is op 11 februari in Middelkerken. Dan hebben we ook nog een omkadering. En daar zal Niels ook bij zijn. Tot binnenkort. Merci voor het luisteren of kijken. Ciao.